was ideaal. Zo, nu net mijn autorijles gehad. De auto staat hier nog met het mooie witte bordje. Ja. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karen. Karen en Roderick. Ja, dat zijn wij. Het is vandaag zondag 28 november 2021. En het is nu 14:35. Dus het is half terug geweest. Ja, ik loop nou lekker buiten. Straks om 3:30 heb ik mijn rijles. En dat op een zondag. Ha, hoe dan? Maar ja, ik heb het wel. Dus ik hoop dat ik jullie een beetje mee kan nemen. Dat Basiel een beetje kan filmen. Ik weet niet. Ik zal het wel vragen aan hem. Dus ja, het is lekker weer. Het regent nou niet. Het is heerlijk. Maar we wensen jullie wel heel veel kijkplezier op deze gloednieuwe vlog. Hey! Hey dan! Kijk, daar hebben we Lady, Lovely en waar is Beauty? Waar is je zus? Oeh, Beauty, kom dan! Kijk, daar is ze. Kom dan! Heilig ding! Kom dan! Beauty, kom! Beauty! En ik moet jou gaan blazen. Beauty! Kom dan! Nee, geen zin in. Nog geen zin in, zeg maar. Nee, lof! Kom dan! Hey, bye! Fie! Beauty! Kom dan! Wat zo? Kijk, daar komt hij aan. Kijk, 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 kijk. A-klasse. Ideaal. Nou, dit is mijn reisauto. Die kijkt er nooit volgens mij. Nee. Overal een begin. Door de hoek gekeken. Rollend oplossen. Remmen, maar niet stilstaan. Rollen, maar niet stilstaan. Zo, nu net mijn autorijles gehad. De auto staat hier nog met het mooie witte bordje. Ja. En ik sta naast mijn andere auto, mijn andere baby, zeg maar. En daar is onze eigen auto. Daar, helemaal top. Dus ja, dat komt nog goed. Dus ja, ik ga nu lekker naar binnen. Koud, koud, koud. Welke kant ga je op rijden? Geen idee. Jullie zijn lief geweest, hè? Ja! Hai. Nee, kom. Kom. Ja, kom. Ja. 1, 2. Doe maar, open. Ja, goed zo. Helemaal top. Keurig. Ja, ik heb het koud, ja. Ja, ik heb het koud. Oeh, ga jij weer lekker daar liggen? Op je plekje. Ga je weer lekker op je plekje liggen, schatje? Nee, het is een beetje donker hier, hè? Ja. Zal ik even een lampje aandoen, schat? Zal ik een lampje aandoen dan? Ja, zal ik een lampje aandoen dan? Zo. 1, 2, 3. Ik kan nog niet toveren. Nu wel. Hé. Hey. Ik kan toveren. Maar nu ga ik eerst even lekker mijn jas uitdoen. Ook al heb ik het koud. Ja. En zoals jullie dus horen is het lekker aan het hagelen. En het is dus ook aan het onweren. Ja. Zo dan. Het is wit. Wauw, het is wit. Kijk dan, het is wit. Oké, kikken. Nice, lekker. Alleen hagel. Heel veel hagel, maar dat maakt niet uit. Kijk. Flitsje. Je zag mij even in beeld, maar dat maakt niet uit. Maar het is wit, jongens. Ja, het is wit, 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 wit. Mooi. Thank you.
Yo, koek. Ik wou net zeggen. Zoals jullie zien, ben ik dus bezig met editen. Ja. Dan heb ik dus altijd mijn koptelefoon op. Tegenwoordig. Dat vind ik ideaal. Roos al weer net naar huis. Die heeft even hier even gegeten. Even wat samen gepraat. Moet ook gebeuren. Erg gezellig. En dan zie je dus weer lekker naar huis. Slapen. En dan moet ik even kijken van waar ik mijn muziek moet hebben. Oh. Daar, kijk, dat is mooi. Voor de rest is het een rustig dagje geweest eigenlijk. Wel autorijles, zoals jullie weten. Dat ging redelijk goed. Alleen waar ik nog heel veel last van heb. Kijk, bij rijschool Schippers mocht ik alles. Hè? Ik kreeg niet echt les. Bij Flyover mocht ik ook alles doen. Ik mocht gewoon mijn eigen route bepalen, bla bla bla. Mocht ik ook alles doen? Ja, handig. Dus, maar bij deze A-klasse, ja, ik krijg niet gewoon mijn, zoals bij Schippers en ook niet bij Flyover, mocht ik dus, ja, zoals bij deze, wat ik dus wil zeggen. Bij A-klasse is het echt gewoon luisteren naar de docent, om het zo maar te zeggen, naar de rijinstructeur. Nou, dat doe ik. Alleen, ik ben nog wel eens een beetje eigenwijs. Daar heb ik vandaag ook eventjes, woordelijk eventjes een beetje op mijn flikken van gehad. Want hij zei van remmen. Nee, gas loslaten. Nee, zegt hij, als ik zeg remmen, dan ga je remmen. Oké, kut. Ja, daar heb je gelijk in. Dus ja, want wat ik nog wel eens wil, dat is dus scherp en door een bocht heen. Wat, weet je, nou niet, ja, gewoon even zo gezegd te hebben, hè. Dus daar moet ik echt even wat mee doen. En waar ik ook moeite mee heb, dat is dus als ik achteruit in een bocht ga, dat ik dan mijn stuur weer recht moet gaan zetten. En vooral als ik dus iemand achterin heb die ik net op heb gehaald. Dan vind ik dat heel erg moeilijk, want dan ben ik er gewoon niet meer bij. Nee. Dus, maar ja, maakt niet uit. Komt helemaal goed. Dat zijn gewoon de leerpuntjes voor mij. Ja. En niemand kan. Niemand is perfect. Nee, en ik ook niet. Maar ik wil het gewoon perfect doen. Dus ja, Karin, als je dit weer ziet, je moet het gewoon perfect doen. Jij moet het gewoon perfect, ja? Dus weet je dat even. Goed achteruit, goed stuur recht. Ja, en niet stuur zo houden of stuur zo. Nee, zo. Logo recht. Ja, dus dan weet je dat even. Oké, top. Goed zo, hou zo. Yo! Ja, ik ben er weer. Ja, zeer zeker, de hypotheker. En ik lig nou eens een keertje lekker niet op mijn bed. Nee, zoals je ziet zit ik lekker voor mijn twee beeldschermen en naast mijn computerkast. Ja, hoe toevallig. Maar ik ga deze vlog wel gezellig met jullie samen afsluiten. Dus vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe het duimpje omhoog. Vergeet zeker niet te abonneren, want dan blijf je op de hoogte. En ook als je het belletje aandoet, zeer zeker. Elke dag om 2 uur een gloednieuwe vlog. En laat ook een leuke reactie achter. Dat zou ik leuk vinden en dan krijg jij een hartje terug. Hey, dat is nou een goede deal, toch? Ja. Nou, ik zou zeggen, dank jullie wel voor het kijken en graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Laters.